Oké, we zijn begonnen. Oh, kijk, ga je zien, je is hier al bezig. Dit is mijn nieuwe logeeradres voor deze week. Even helemaal weg. Komt hier ooit wel zo'n wagentje langs? Wat voor wagentje? Oh, zo'n schoonmaakwagen. Zo'n stoepveger. Ja, maar ja, die komt dan niet in mijn personal space. Ja, die is vies, hè? Oh, lekker dit om te doen, hè? Kunnen we daar weer lekker in het zonnetje zitten? Ja. Leuk ook, in deze outfit. Ja, in wit. Schoonmaken doe je in het wit. Dit is dus Gijske Krijgsman, die kennen we. Ik logeer dus een weekje bij haar. Gezellig. Ja? Dat wilde ik dus op camera eens even vragen. Ja. Van, vind je het leuk dat ik hier ja, en ook in je fijn, aura want zit. Ik vind dat heel eng om alleen thuis te zijn. Oh. Dit huis is veel te groot. Je redt mij. Je houdt niet van knuffelen, maar... Nee. Dan. Maar dat is gewoon begane grond wonen. Dat is een heel nieuw concept. Je voelt je veilig op driehoog. Ja. Ja, dus we gaan nu even naar de Zeeman op Javastraat. Dat eerst toch? Ja. En vanmiddag ga ik met Anne-Lotte filmen in een kringloopwinkel in Haarlem. Dus eigenlijk is dit een soort day in my life. Oh ja. Niet alleen. Heb je nou ook dat schoonmaken gefilmd? Nou, kijk. Kijk, ook symbolisch zeg maar nieuwe start in mijn leven. Even cleaning grote up. Schoonmaken. Cleaning up the mess. Wat heb je nou gekocht? Een shortje en een t-shirt. En ik heb dus die polyester jumpsuitjes teruggebracht. Weet jij dat mijn eerste bijbaan bij de Zeeman was? Echt? Ja, en ik heb daar denk ik wel 3 jaar gewerkt. Werkelijk? Ja, werkelijk. Elke zaterdag en donderdagavond. Maar wat moest ik ook met leuke meiden? Nee, vrouwen. Ik was natuurlijk piepjong. Ik loop nu vanaf huis naar het Muiderpoortstation. En daar ga ik op de trein naar Centraal. En dan overstappen naar Haarlem. Kijk wie we hier hebben. Hi! Ik ga erin. Ik heb zo'n vast dat je door het station kan, maar... Oh. Oké, ga je achterstaan achter mij aan? Ja. Dit noemen ze gatebashing, hè, in NS-term. Ik heb dit een keer meegemaakt. Oké, run. Oké. Dat ging goed. Oh, hij is wel boos. Oh. Ja, dat doet hij. Oeh! Nou, we zijn op Haarlem. Ik ben echt on tour. Ja. Ik ben maanden mijn stad al niet uit. Eerst naar die rattenplant, toch? Ja. Wat is dat? Waar zit die? Dat zit die kant op, bij de zelfstraat. Oké. Anne-Lotte heeft dus direct nadat de vorige vlog klaar was, ging ze nog naar een andere winkel en heeft deze hekselaarsjes gevonden. Ze zijn heel mooi en het staat leuk met die broek. Ik heb ze helemaal opgepoetst ook. Heel mooi. Say I hope you're feeling. Dus we zijn bij Rattenplan in Haarlem en we gaan nu even laten zien. Echt groot! Ja, het is heel diep, want het zit dus midden in de stad. Je kan vanaf het station kan je lopen. Deze al zo leuk. Ja, het is heel klaar. Oud, maar heel nieuw. Ik vind het mooi. Oud, maar heel nieuw. Oké. Ja, ik voel me echt mijn moeder. Maar... Arty dingetje. Dat heeft iemand zelf gemaakt. Ik moet altijd weer even oriënteren. Nou, ik heb dus het gevoel dat je hier wel iets gaat vinden. Van het tekst erop. Weet je waar dit heel erg op lijkt? Ja. Balenciaga heeft nu zo'n waistband. En daar zit precies op deze lijnen staat Balenciaga zeg maar uitgeschreven. Oh, die foto wil ik wel, Anne-Lotte. Dat is Rihanna, heeft die. Dat kunnen zijn.
Ja, het lijkt serieus heel erg. Alleen is deze blauw en dat is beige. Ja. Oké, dus we hebben één deel. Kijk, deze heeft zo'n mooie structuur. Dat vind ik ook heel mooi. Ja. Ik vind het qua kleding wel een hele goede winkel. Wat vind jij? Het is veel. Ja. Ergens vind ik dit dus mooi. Terwijl dit eigenlijk heel fout is. Oh, het zit er ook allemaal opgeprint. Ja, dit is natuurlijk afschuwelijk, maar snap je dat het iets heeft? Nee, dus. Ik weet niet. Ik verwacht het dus heel erg bij bijvoorbeeld zo'n Jeremy Scott of zo. Want hij doet altijd van die dingen die dan eigenlijk net niet kunnen, weet je wel. Maar? Misschien ook. Nou, ik hou er niet van. Oké. Okay. Zo'n leuk hoekje nou. Ja, zeker. Ja, dit is top, want dan zie je ook de achterkant. Ik denk dus. Ik heb het gevoel dat dit iets heel nieuws is voor gaat zijn. Ja. Zo'n net een lange short. Ja. En de lange kleur is slang. Mooi. De kleur is echt leuk. Ja. Het is mooi echt hoor. En het staat heel mooi bij je haar. Heel top, zo'n t-shirt over je zwet. Ja. Ik vind het een interessante shape. Maar ik denk dus dat dit. Ik zie dit dan wel eigenlijk voor me als je gewoon in de zomer. Dan niet met al die lagen er nog onder. Gewoon deze alleen en deze alleen. Ja. Dus dan heb je dat shirt er niet onder en die broek ook niet. Dan heb je echt een cool zomer outfit. Dit ding heeft iets, hè? Doet iets voor je. Dit is dat cijfer. Ja. Metaal in de stof. Ja? Ja. Dus memory nylon heet dat. Oh, dit is heel cool. Ik wist dat jij dit kon waarderen. Maar dit is echt gewoon, dit heeft gewoon letterlijk zo afgelopen seizoen op de, ja, is catwalk op de catwalk gestaan. Ja. Ik vind dit waanzinnig dat je dus voor 10 euro een tas, een shirt en een broek zo kunt kopen. En ik hou ervan dat die lijnen, dus die van in elkaar dit matcht. Dit is dus... Oh, ja, je hebt gelijk. Het is dus precies hetzelfde idee. Ik heb achterste voor, nou. Maar goed, dat doe je dus zo. Wat en dan vouw je hem om. Ik had deze vroeger, deze broek. Whatever. Ik denk dat dit maar wel doe. Je zei net nog, ik wil dat Marokkaanse aardewerk. Ja, dit is echt mooi. Ja, hij is wel echt mooi. Ja. Ik moet nu nog even een dansje doen. Wat kost het tasje? 6. Wow. Die is goed van binnen? Blazer, maar 5, hij is wel nog. Hij is wel echt leer. Oh ja, is echt antiek hoor. Ja. Dit is een goede look aan wat zo overgaat. Maar ook een kool eronder, hè? Ja. Is ook heel fat man, vet man. 1,50. Oeh. Ja. Is dit te heftig? Nee, dit is geweldig. Is dit jouw maat? Ja. Oh, wat een topneus. Je hebt ook echt goede smaak, hoor. Ja. Daar heb ik ook maar geluk mee. Daar wist ik ook niet hoe ik je aannam. Wat kosten ze? Dit is een 17,50. Heel mooi marmer plankje. Leuk eettafeltje. Heel klein. Hey, dat is een lekker kistje daar. Maar die is wel 45, die is heel oud. Die room divider hier is ook goed, zag Anne-Lotte. Een hele mooie tafel. Zie hoe dit in elkaar zit. Met dat canvas. Ja. 25 euro. Echt zo'n oude archiefkast, vind ik ook leuk. Nou, dikke score kan ik je zeggen. Hé, hey, we gaan afrekenen. We gaan weer. Waar moeten we naartoe voor een terras? Weer terug. Gewoon richting Centraal. Nou, anyway, heel succesvol. Dus we gaan even een wijntje doen. Hebben we al een keer verdiend, hè, Lot? Ja. Een soort vrij Mibo, maar dan op donderdag. Hoort ook bij, hè, bij collega's zijn. Borrel. Domibo. Juju. Maar kijk even naar mijn shot met dat beeld en alles. Cheers.
Maar dit is net mooier. Ja, even de knoopjes. Kijk, dit maakt het wel echt chic. Dit past er net doorheen. Dus als het een keer wel koud is, ja, het past wel. Het wordt gewoon zo'n mooie, ja, chique jas. Ja, en dan dit is een mooi rommeltje. Ja, ja, maar we gaan lekker voor deze. Ja. Oké. Nou, we hebben knopen gevonden bij Sikkens. Ik ben zo benieuwd. Ik denk dat het dus die hele jas, die sowieso zich al cool is, nog een soort van hele licht. Ja, van 12,50 naar 1250 euro. Ja, maar tot de volgende keer. Ik heb echt zoveel gevonden gisteren. Ik ben weer even in het huis van Brian. Hij is nu aan het werk, dus dan kan ik hier lekker editen, prions opnemen en andere dingetjes, even spullen pakken en zo. Straks aan het eind van de dag weer terug naar Gijs. Maar ik ga nu in ieder geval even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En het is heel veel, want het was qua kleding een hele uitgebreide kringloopwinkel. Oh ja, dank jullie wel voor die super lieve reacties op mijn vorige video. Vind ik echt heel lief en het helpt me ook ontzettend, dus dankjewel. En het gaat goed. We gaan gewoon lekker door. Ik ga nu laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Het zijn hele statement-achtige items. Dus ook zitten ook wat dingen bij waar ik zelf ook nog even lekker mee wil experimenteren. Wat ik ook nog niet helemaal weet, maar wat ik gewoon interessant vind qua vorm, materiaal, volume. Dan denk ik, oh ja, daar kan ik in de toekomst wat mee. Dit ding bijvoorbeeld. Zo'n metallic yarn zit erin, waardoor die kreukels erin blijven zitten. Dus memory nylon. En er zitten hier dus die roesjes. Maar het is cropped. Oh ja, wat ik aan heb. Ik heb nu deze broek aan die ik in een kilo shop op de Havenstraat heb gekocht. Met mijn t-shirt wat ik heb gekocht op Waterloopplein. Volgens mij voor 1 euro. Dit is denk ik iets van 4 euro. En dit is een hele oude H&M kimono. En deze H&M glitsies. Kant op gaan. Als je heel grof mijn garderobe splitst in gala en sport, kan je dus zeggen, oh, ik doe nu nog een gala item hier overheen. Dan krijg je dus hier die mooie mouwtjes. Of gaan door op sport. En we doen dus dit jasje er nog even over. Dit t-shirt en die was 1,50 euro. En het is altijd lekker om artwork t-shirts te hebben. Want daarmee kan je dus die gala items heel makkelijk een beetje sporty maken. Is op zich ook wel interessant, zo'n glitterschoen met zo'n dessin pant en dan een artwork tee. Maar je kan hem dus een beetje blenden. Lijkt het dus mooi. Artworks er dus doorheen komen. Zie je het? En wat ik ook heel geinig vind, is dat ik dus in die shop ook nog een hele look heb samengesteld. Deze sweatpant was 3,75. Ja, Annelotte gaat mij foto's sturen van catwalkbeelden met van die contrast stitching. Dus in andere kleur garen, maar ook heel chunky. Dus grote steken, dik garen. Dus niet een fijn stikseltje. En dat maakt dit shirt heel mooi. Dit tasje vind ik echt de bom. En er zei Annelotte dus dat ze dit ook van Balenciaga heeft gezien. Nou, blijer kan je mij natuurlijk niet maken. Nou, dit is het merkje. Dat is in doen. Beetje opvullen. En dan ga ik dit dus als buideltas doen, denk ik. Of zo hoog, hè? Dat kan ook. Wat ik ook nog in gedachten had, wat ik even af wil maken, is dus dit. Deze super klassieke trenchcoat. Heel sober, zit niks op of aan. Dat is 12,50. Dat is van dit merk. Heel mooi gemaakt. Mooi afgewerkt. En dat lijkt me dus ook gaaf met deze look. Dus dat je zo'n sweatband hebt. Een elegant shirt. Een sporty tasje. Dat heeft wel, dat zag ik dus ook heel veel op de catwalk. Van die mega Marc Jacobs heeft van die hele grote
lange jassen. En dat silhouet zie ik hier dus ook in met die schouders. En zoals je zag ga ik hier dus hele mooie chique knoopjes opzetten. Deze broek. Ik heb vroeger ook al een keer zo'n broek gehad. Volgens mij is dat een beetje zo'n India's yoga pant. Ik ga deze even aandoen. Het is een soort culotte, maar dan etnisch. En een beetje afgewassen zwart. Dus dat maakt het wel ruig. Even een lookje erbij bedenken. Heb ik ook af en toe zin in. Een beetje dat Belgisch. Maar je hebt een aantal van die ontwerpers. Anne de Meulemeester, A. van de Vorst. Die stijl, Raf Simons. Dat zwart met zwart met zwart. Heel sober. En ja, dat heeft iets heel sexy's. Omdat het zo mannelijk is en vrouwelijk. En androgyn natuurlijk. Dus wat ik nu heb. Korte pijpen. Waardoor je dus heel mooi die enkel van die laars kan zien. Dan is dit dus heel vrouwelijk omdat het fluid en transparant is. En dan doe ik dus dat silhouet nog verder. Dus het gaat hier niet om kleurcombi's, maar juist om materiaal. Deze heeft heel veel stand, deze valt heel erg. En dan nog zo'n crispy nylon jas erbij, die ook weer heel lang is. Dus nu, hier gaat het heel erg over silhouet. En die heb ik ook heel vaak wel zin in, dat het niet over kleur en glitters en weet ik wat voor opsmuk gaat, maar gewoon over vormen. Ja, dus zo'n broek is helemaal niet fashionable bedoeld, want het is gewoon een praktische en comfortabele broek waar het heel warm is, waar je goed in kan bewegen. Maar het inspireert mij dus om vanuit die broek een heel nieuw stijl te ontwikkelen met alle andere zwarte dingen die ik al had. Hey jongens, oh nee! Ja, nu krijg ik dus echt een last van. Ik heb deze gekocht en daar ben ik wel heel blij mee, maar hier moet ik ook nog een beetje aan wennen. Dus ik ga even kijken of ik hier iets van kan brouwen. Het is raar, maar ook weer niet. Dus het idee van korte kledingstukken over lange kledingstukken, dus een korte broek over lange broek, een t-shirt over een sweat, daar ben ik dol op. En ik ben even aan het kijken of dat hier nu zo werkt. Misschien is het leuker. Misschien werkt het beter met een sweatband onder, maar daar ga ik even op door. Het is gewoon interessant. Het is nieuw, maar het zijn allemaal bestaande kledingstukken die iedereen kent. Dus eigenlijk helemaal niet nieuw. Het is ook al wel een keer in fashion geweest hoor. Zo'n t-shirt over een long sleeve. Zoek nog even naar het goede t-shirt en het goede t-shirt daaronder of sweat eronder. Maar ik ga in ieder geval foto's hierin plakken waar ik het al heb gezien. Het kan ook een shirt zijn met een t-shirt erover. Oké, guys. Dit was alles. Ik was volgens mij 26 euro kwijt in totaal. En ik ga ook binnenkort denk ik even een home deco toertje doen met Annelotte. Dan gaan we even wat toffe dingen voor in onze nieuwe huizen kopen. Neem alsjeblieft even een abonnementje.